Nog 100 meter. De start is gevallen. Opa Maya Montana wil de kop niet. Dat is een ander scenario. En er wordt gestreden om de kop door Scooby-Doo en aan de buitenzijde Bea Kivitsov. Bea Kivitsov aan de buitenkant wil de kop nemen. Krijgt de kop niet van Scooby-Doo. En zodoende is tempo in de beginfase behoorlijk hoog te noemen. Ligt op de derde plaats op dit moment aan de binnenzijde Picasso. Deelnemers ronden de bocht. Minima kiest nu toch eieren voor zijn geld. Maar heeft Bea Kivitsov wel een verschrikkelijke jas uit laten doen. Bea Kivitsov lengte voor. Scooby-Doo op de tweede plaats. Daarachter volgt dan in derde stelling Picasso, en dat is de volgorde als we halverwege de rechte lijn naar de overkant van de baan zijn. A. Marianne Freo, die ligt op dit moment op de vierde plaats voor Alpa Mayo Montana. En daarachter is het Robin Bakker, die twijfelt wat te doen met zijn 1,30 euro favoriet Ricky Dazzolo. Vooralsnog blijft hij nog even zitten, ondanks dat Ricky eigenlijk wel wat harder zou willen. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde, en dat is nog altijd Tom Kooijman met zijn nummer 8 Paycheck. Deelnemers gaan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En Bea Kivitsov mag boemelen, zoals dat heet. Mag een rustig tempo dicteren aan kop. Wordt direct gevolgd op de tweede plaats door Scooby-Doo. Daarachter is het dan Picasso. Met achter Picasso dan Amarian Freo. Ja hoor, Ricky Dazzolo springt daar zomaar in galop. Wilde de aanval in gaan zetten, maar valt terug naar de laatste gereden. En lijkt moeilijk meer te zetten voor Robin Bakker. Nou. En dan zijn er ineens kansen voor de overige deelnemers, waarbij Bea Kivitsov nog altijd mag wandelen van de concurrentie. Tweede plaats erachter Scooby-Doo. Dan is het Picasso, dan Amarianne Freo, dan Alpa Mayo Montana en Paycheck. Niemand die wat doet. Bea Kivitsov op de tweede plaats nog altijd in een zetel Scooby-Doo. Daarachter dan Picasso. En nu begint er wat actie te komen. Jolanda van Strien, half spoor. Ruud Pols wil naar tweede spoor met Alpa Mayo Montana. Maar vooraan lopen er inmiddels twee paarden serieus weg van de concurrentie. En dat zijn twee paarden die het kruid nog volledig droog hebben. We gaan op weg naar de overzijde van de baan. En het is aan de kop van het veld nog altijd die Bea Kivitsov met een lengte. Op de tweede plaats erachter Scooby-Doo. Daarachter Picasso. Achter Picasso aan de buitenzijde is er dan opkomend Amarian Freo. En achter Amarian Freo Alpa Mayo Montana voor Paycheck. En zo koersen de deelnemers dan af op de laatste bocht. En het is nog altijd dezelfde koploper Bea Kivitsov en die versnelt. Scooby-Doo op de tweede plaats. Bea Kivitsov, Scooby-Doo, Amarian Freo. En aan de buitenzijde dan Alpa Mayo Montana. Dat is op dit moment de 1-2 3-4 als ook Paycheck zich inmiddels kon melden op de vierde plaats. Deelnemers komen af op de laatste rechte lijn. Bea Kivitsov krijgt nu de aanval van Scooby-Doo. Daarachter Amarian Freo en daarachter dan Paycheck met Alpa Mayo Montana. Zo gaan de deelnemers dan op weg naar de finish. En het is nog altijd Bea Kivitsov, maar daar komt Scooby-Doo. En Scooby-Doo heeft inmiddels de leiding overgenomen. Ze komen van alle kanten. Amarian Freo aan de buitenkant. Scooby-Doo, Bea Kivitsov, Amarian Freo. En op de vierde plaats Alpa Mayo Montana voor Paycheck. Dat is de voorlopige uitslag. Sterke winnaar Scooby-Doo, Dennis Minima, de oude Mary, kan het nog altijd. Dennis, mooie koersen na wint eigenlijk heel gemakkelijk. Ja, ze kregen koers op maat. En als Scooby-Doo een koers op maat krijgt, dan is ze moeilijk te kloppen. Maar ze was eigenlijk een tijdje weg. Ze heeft niet zo heel veel goede verrichtingen gehad. De laatste maanden heeft ze helemaal niet gelopen. Heeft ze die rust even nodig? Ja, ze hebben af en toe even rust nodig. Die heeft ze ook gehad. En we hebben er weer gewerkt. En laatst viel ze één keer wat tegen. Toen hebben we nog een keer hard gewerkt. Toen werkte ze zo goed dat Bas hem weer in heeft gezet. Nou ja, en koers op maat en dan weer makkelijk. En dat betaalt zich uit. En ook aan de kant werd er ook nog gezegd, want dat is misschien erg leuk voor jou. Die Dennis Minima, sinds hij met Daisy Boker vorige week heeft gewonnen, rijdt hij nu als een groot vorst. Met heel veel overtuiging. En je won het heel makkelijk. Is dat ook zo? Klopt dat? Voel je dat zelf ook zo? Nee, je rijdt altijd, elke koers is heel anders. Je moet niet aan denken aan andere koersen die geweest zijn. Je moet gewoon, elke koers is nieuw en je ziet al wat er gebeurt. Dan gaan we een mooie foto maken en hij mag natuurlijk de bloem in ontvangst nemen. En ook nog een mooie bokaal, de Bike Catering Cup. Dan hoor ik nu net nog dat morgen ook Barak Flevo op het gras loopt. En waar loopt hij op het gras, Bas? Dan vraag je van Bas, waar loopt Barak? Mijn Frans is niet zo goed, maar Montier Dendère of zoiets. Met Dennis rijdt Barak. Montier Dendère of iets dergelijks. Daar zien we hem dus morgen. En dan met Dennis Minima, de man die dus in vorm is. En ik neem aan dat we dan niet bij runners kunnen spelen. Maar we kunnen waarschijnlijk een dag later wel kijken en horen of het goed gegaan is. Maar dat is allemaal voor de dag van morgen. Dan gaan we nu eerst iets anders doen. Namelijk een mooi applaus laten horen voor deze Scooby-Doo. En dames en heren, dan mag u een mooi applaus laten horen voor deze Scooby-Doo. En Dennis Minima, dan ben ik benieuwd, Rogier. Hebben wij misschien een jackpot? Dat weten we over enkele ogenblikken. Eerst aandacht en applaus voor de winnaars. Daarna de officiële uitslag. En nou, een jackpot. Ik denk het niet, Ferdinand. Ik denk het echt niet.